staan hier bij de Mierenstad. En dat is een levende stadsplattegrond van Rotterdam. Praktisch van zand, leem. En er zitten meer dan 1000 Spaanse mieren in. Het idee erachter is dat het metaforisch zit, er zeg maar twee lagen in. Dus het is de harde, geplande architectonische kant van de stad, dat is de plattegrond. En de mieren vertegenwoordigen de bewoners van de stad, die de komende tijd hun eigen ideale leefomgeving gaan maken. De Spaanse mieren die zijn al aardig ingeburgerd en die gaan de komende tijd de stad naar hun hand zetten. Dus ze gaan straten aanpassen, straten opgooien, dichtgooien, noem maar op. En het staat hier de komende weken, maanden, tot het de mieren klaar zijn met verbouwen.